als simplistisch verbond zijnde zo weinig leuk vinden, wat voor mij persoonlijk een beetje een koude douche is, dan vinden jullie toch als individuen, als Kees van Kooten en Wim de Bie, moeten jullie toch een kijk hebben op wat leuk is en wat niet leuk en hoe jullie daar dan persoonlijk tegenover staan. Wat is het verschil tussen de individuen, Kees van Kooten en Wim de Bie en Koot en Bie van het Simplistisch Verbond? Ben je een beetje de Belgische Henk van der Meijden, Johan, of zo? Ik snap die... privévraag ineens. Dit is geen echte privévraag. Dit is omdat ik iets zoek wat we samen leuk kunnen vinden om het leuk te maken. Ik wil wel. Wie heeft wat zwaar getafeld en dan komt het altijd wat sneller op. Het is een uiterlijk verschil. Het is een heel klein verschil, Koot en Bie. Ik bedoel, dit is Bie, hè, zo. En dit is Wim de Bie. Dat is eigenlijk alles. En alleen s'nachts zo, omdat we dag en nacht in functie zijn. En, alleen, ja, zo, dat is privé. Dat is. Ja. En nu moet ik zeggen dat privé onze smaken wel uiteenlopen. Ja, toch? Ja, ik bedoel, Wim heeft een heel ander gevoel voor humor dan ik. Ja, dat is wel waar. Voor mij is het veel subtieler, veel fijner. Wim is veel grover. Goed, juist gesofisticeerde humor. En Wim... meer de volle lach? Ja, precies. Ben niet dom, hoor. Nee, ben niet dom. Nou, ik waardeer de directe lach, niet dat intellectuele gedoe. Ik wil meteen worden aangeslagen op mijn lachspieren. Het gulle lachen. Nou, bijvoorbeeld, wat ik nou privé ontzettend leuk vind. Kees, trek eens aan mijn vinger. Dit is heel gênant, hoor, maar dat vindt hij nou echt leuk. Nee, dus trek nou eens even aan mijn vingers. Trek nu maar, Kees. Ja, wacht even. Ja, nou, het lukt nou niet, maar dat vind ik leuk. Goddank. Dat soort dingen vind ik leuk. Dat vind ik nou leuk. Kunnen jullie dat nog illustreren met... Nou, kijk, de Funès, Henk Elsink, als hij een dronken man speelt, dat vind ik leuk. Mijn leuk is Aristophanes, Erasmus, Cervantes, Charles Dickens, Evelyn Waugh, Robert Benchley, Remco Kampert. Zo, dat verfijnde, subtiele New Yorker leuk. Kees, steek jij nou je vinger eens uit. Dat vind ik ook leuk. Steek jij je vinger eens uit. Je kan trekken wat je wilt, maar... Nee, het is een hele andere. John Massies aan die vinger trekken. Ik doe niet mee met die... Nee, let op. Heb ik hier een lucifertje, hè? Ja. En dat buig ik dan zo, hè, zo. Vind ik zelf ontzettend leuk, zo, hè. Dat leg ik zo op die vinger, hè. Ja. En nou moet jij zeggen, ring. Ring? Ja. Nou, dan doe ik zo. Ja, hallo, ik ben Wim de Bie. Dat soort dingen, dat vind ik best leuk. Is toch leuk? Als je mij nou zou vragen, wat vind je dan een leuke mop? Wat dan vind jij een leuke mop, Kees? Wat ik een leuke mop vind, dus bijvoorbeeld, het is... George Bernard Shaw komt uit een club in Londen. En toevallig, hij komt eruit, een hele magere man. U kent Shaw ongetwijfeld, of zou u niet zitten. En J.K. Chesterton komt naar boven, nogal dikke man. En Chesterton zegt tegen Shaw... Mr. Shaw, het lijkt wel of Engeland door een hongersnood is getroffen. En Shaw antwoordt onmiddellijk, en zo te zien, meneer Chesterton, heeft u hem veroorzaakt? Dat vind ik dan weer een je moet eerst weten wie het zijn. Zalig, en dan moet je er over nadenken. En dan komt er misschien iets van een glimlach. Maar ik hou van de directe grap. Nee. Bijvoorbeeld. Nee, mag ik even een mop vertellen? Er loopt een heel mooi meisje. Ook dat dan meteen. Loopt over straat. Prachtig meisje. En dan komt ze langs een bouwwerk, hè. Huis in aanbouw. En dan staat een grote bouwvakker en die doet natuurlijk... En die roept, hé, waar gaan die mooie beentjes naartoe? Zegt dat meisje met... Hij is ook van Harry Touw. Ja, dat vind ik een fantastische bakker. Vlug maar. Dat meisje dat roept meteen spontaan naar boven. Nou, als er niks tussen komt, naar de bioscoop.